Almere heeft een nieuwe prijs voor starters. Die wordt 19 november uitgereikt aan één van de drie genomineerden. Een van die genomineerden is Besha. Dat bedrijf maakt shampoo, maar anders dan je misschien gewend bent. Ja, en bij ons Ben Bos, goedemorgen. En Sarina Ooswal van deze Almeerse starter. Ben, eventjes naar het begin. Hoe lang bestaat het al? Nou, Besha is in 2019 begonnen met het ontwikkelen van shampoo en conditioner bars. Deze producten stonden toen nog in de kinderschoenen. Het aanbod was nog erg klein. Ja, en je hebt het over bars. Dat is Engels voor staafjes? Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk een shampoo in een vaste vorm. Ja, oh. Dus in plaats van een vloeibare fles is het een vaste vorm zeep. Ja, en Sarina, waarom niet meer gewoon in een fles? In een fles... Dat is toch handig? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nou! Ja, dat ga ik je vertellen. Kom maar op! Een shampoo in een fles bestaat voor 70% uit water en is sterk verdund. Oh, dat hadden we al in huis toch? Ik heb een kraan. Ja, precies. En dat vonden wij eigenlijk ook. Dus jij pakt die 30%? Die 30%. Doe je in een staaf? Ja. Of in een... Zijn het rondjes. Oh, leuk. Rondjes zeep. En wat mijn collega al zegt, een shampoo fles bestaat voor 70% uit water. Ja, en hier zit alleen voeren, ja, inderdaad. Vrachtwagen naar de supermarkt en ik weer van de supermarkt naar huis. Helemaal juist. Ah, maar werkt het net als gewone zeep? Je smeert het op je handen, je doet het dan in je haar en je bent klaar. Het werkt net als gewone zeep. Je kunt het inderdaad of in je handen wrijven. Nou, het schuimt gigantisch. Of je kunt gewoon het barretje pakken en gewoon lekker door je haar ermee wrijven. Moet je dan je haar van tevoren nat maken? Je moet je haar van tevoren wel even nat maken. Ja. Okay. Dat gebeurt meestal als je onder de douche staat, hoor. Ja, gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf. Ja, maar je kunt hem zo laag doen op schouderhoogte dan... Nou ja, laat maar. Wat ruik ik allemaal, Sarina? Het begint heerlijk te ruiken. Ja, lekker, hè? Als je hier bij ons in de zeepfabriek komt, ruik je ook al die geuren door elkaar heen. Ja, nu hier ook. Ja. Ja, want je hebt er al een stuk of 10 bij je. Ja, zeker. Kun je een paar smaakjes noemen? Smaakjes moet je maar... Ja, een paar smaakjes noemen. Ja, je zou ze bijna kunnen eten, maar dat raden we toch niet aan, hoor. Nee. Maar we hebben wel heerlijke geuren. We hebben 22 geuren vast in het assortiment. Zo. Als je eigenlijk mensen vraagt, hè, waarom kies je voor een bepaalde shampoo? Dan is geur, dat is heel belangrijk. Tuurlijk. En vooral voor de dames natuurlijk, het haartype. Hè, de bepaalde... Nou, voor de heren ook. Ik bedoel, voor de heren ook, zeker. Grijs, hoe noem je dat? Zilver shampoo. Zilver shampoo. Dat probeer ik altijd te gebruiken. Maar zit dat er ook bij, zilver shampoo? Zilver shampoo hebben we ook een variant van. Ja, zeker. Oh, ja. Dat is wel heel gunstig. Zeg, Sarina, ik heb een bakje water, dus niet voor de hond, gereed gezet. Wil je het dus voordoen met een van de zeepjes, als dat mag? En dan wil ik wel eens even kijken hoe dat dan schuimt. Welke geur heb je? Nou, we hebben hier een geurtje bubblegum. Voor de kinderen. Bubblegum. Ach, kauwgom. Ja, we hebben heel leuk op een doosje gezet. De papa's en de mama's mogen hem ook gebruiken. Want we zien dat ook wel... Nou, ze neemt nu een klein rondje in haar hand. Dat doe je... ik heb het een beetje voorgewarmd ook. Ja? En wel in de microfoon praten, alsjeblieft. Ja. Die doe ik dan in het water. Breng het water maar een beetje naar je toe. Ja. We regelen. Zo helemaal goed. Ja, oké. Dan haal ik hem over mijn hand heen. Ja? Ja? Dan, gaat het schuimen. Het schuimt gewoon. Oké. Dan kan je het in je haar doen. Wat lekker. Oké. Okay. Ja. Oh, wat heerlijk. Ja. Ja. Wat handig eigenlijk. Het scheelt natuurlijk ook heel veel aan flesjes en plastic. Ja, zeker. We zijn er achter gekomen dat in Europa maar 30% van alle flessen wordt gerecycled. Omdat dat te maken heeft dat nieuw plastic goedkoper is dan gerecycled plastic. Oh, ook dat nog? Ook dat nog. Oh, ja. Het zijn best veel flessen natuurlijk. Ja, het zijn behoorlijk wat flessen. Ja, maar als ik nou zo'n... laat het nog eens even goed zien in de camera. Dan heb je zo'n rondje. Ja. Lekker schuimige handjes heb je ook. En hoeveel flessen bespaart het dan als ik heel zo'n rondje opgebruik? 2 tot 3. 2 tot 3 plastic flessen bespaart het. Oké, okay. En dan hoef ik niet naar de plasticbak te lopen apart. Precies. Dat is wel handig. En jullie houden over een kartonnen doosje. Dan kan het ook papier natuurlijk. Een kartonnen doosje. Ik wil eventjes naar die prijs toe, als dat goed is. Oh, dus de aanleiding natuurlijk, hè? Ja. Je bent genomineerd, Ben. Ja. Gefeliciteerd. Dank je wel. Drie genomineerden. Wanneer horen we wat en wat kan je winnen? En wat is het eigenlijk? Nou, wat we hebben begrepen is dat de prijs is om een jaar lang te adverteren in de media... In Flevoland. Goed. En het is natuurlijk wel hartstikke leuk om hier te zijn... en als starter zijn een beetje meer naamsbekendheid te krijgen. Ja, maar je bestaat al 2 jaar. Ben je dan nog starter?
Nou ja, maar... we zitten een beetje op de valreep. We zijn in 2019 begonnen met het ontwikkelen van de shampoo en conditioner bars. Ja, maar nieuw is het niet, hè? Het bestaat al. Het bestaat inderdaad al even. Wij proberen ons wel te focussen op de kwaliteit van de producten. Waar je ziet... Zal de concurrent ook zeggen? Waar het kan, gebruiken we zo natuurlijk mogelijke ingrediënten. Mm-hmm. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ook met de geurstoffen. Wat je bij veel collega's ziet, is dat daar parfums worden gebruikt. En als het even kan, gebruiken wij etherische oliën. Om echt het zo natuurlijk mogelijk te houden. Ja, het ruikt ook heerlijk. Zeg, de concurrentie, dat is iemand met spekkoek... En iemand met milieuvriendelijke adviezen voor huizen, isoleren en zo, is erg in. Ik heb inderdaad gelezen dat HR Duurzaam opgenomineerd is. Ja. Volgens mij zijn dat slimme jongens die alles weten van domotica, het inregelen van je kachel. Ja. Het is wel een beetje de tijd daarvoor. Natuurlijk. Dat is nu zeker de tijd daarvoor. Ja, als er zelfs tochtstrip subsidiaal zit te komen. Aan de andere kant, je haar moet ook gewassen worden. Ja, dat moet altijd. Ja. Dus ik denk dat er 3 mensen zijn met 3 keer evenveel kansen. Hoe schat jij dat in, Sarina? Ja, als je de concurrentie bekijkt? Ik denk dat we allemaal evenveel kans hebben. Ja. Dus dat... jullie net een beetje meer. Ik denk dat wij aan Ibu Spekhoek... en ik heb hier toevallig een doosje bij me. Okay. Oh, kijk. Die zijn natuurlijk ook genomineerd. Ja, ja, ja. Nou, dat is fantastisch. Dus dat is zeker een zeer geduchte concurrent. Ja. Dus ik heb alvast een doosje meegenomen naar de studio. Om dat alvast even voor te proeven. Ik dacht dat komt morgen, want die zijn morgen te gasten in deze studio. Dan gaat het naar spekhoek ruiken. Ja. En dan is jullie geur helaas weer vervlogen. Ja. Mag ik jullie hartelijk danken voor de toelichting. En succes met de onderneming. Ja, dankjewel.